Ik ga vandaag de polders van Kokeng en Porteng onveilig maken. Hebben ze op de spin alweer, hè? Kijk eens. Dit soort plekjes, zo'n brug. Vis, ja, ja. Oh, kijk eens. Ik ga vandaag de polders van Kokeng en Porteng onveilig maken. Een uniek poldergebied midden in Nederland met een hele goede snoekstand. En ik ga het doen met de streamhengel. Ik heb er twee meegenomen, maar met de kunstvlieg is het toch echt helemaal kicken dit. Jongens, als karper nou toch de populairste sportvis van Nederland is, dan komt de snoek toch absoluut op nummer 2. Het is winter, dus de snoek mag niet ontbreken in VisTV. Ik ga vandaag met verschillende soorten streamers vissen. Een beetje variëren in kleur. Ik begin met een baarsimitatie. Kunstaars zoals pluggen en spinners gaan aanken, heel erg snel. Een snoek passief is, meestal pakken ze hem niet zo snel. En een streamer, het weegt niks. Ze zagen het heel makkelijk naar binnen. Ik hou het heel eenvoudig en hengel met een plugje. En zonder meer mijn onvermaarde zelfgemaakte tandemspinnertje. Het vermaarde spinnertje moet ik zeggen. Maar zo'n spinnertje, heel licht, want het is ondiep water. Dat werkt bijna altijd. Je moet voorzichtig zijn, maar ga er maar weer vanuit dat ze er toch wel een keertje in tuinen. Snoeken, zoeken, dus jongen, vertel niks nieuws, we gaan. Dit moet je natuurlijk wel zelf tot leven brengen. Dat is natuurlijk de kunst van het kunstaas. Om te zorgen dat je er zelf in ieder geval zo'n beweging aan geeft dat het aantrekkelijk wordt voor die snoek. En wanneer ja, zo'n spinnetje in één tempootje langs gaat, is dat ook niet interessant. Dus af en toe een beetje versnellen, weer wat langzamer. Top mag soms even wat omhoog, wat laten zakken. Gewoon een beetje speling. Spelen, zeggen we. Vaak zijn de eerste uurtjes van de dag zijn vaak heel productief. De snoek is dan actief, hij heeft de hele nacht niks gedaan, honger gekregen en gaat dan jagen. Hetzelfde, geldt hetzelfde voor het eind van de dag, eind van de middag. Zie je ook vaak in één keer heel veel plooitjes boven het water uitspringen. Dat betekent dat de snoek aan het jagen is en dan moet je er zijn. Ja! Hebbes! Op de spinner weer, hè? Op de spinner! Op de vermaarde tandemspinner. Het is geen reusachtige snoek, maar mooi in dat heldere water. Kom maar. Nou, hij vecht lekker hoor. Hij heeft het echt op het spinnertje. Geinig. Nou, hij is nog wel dikke 60. Kom maar. Spinnetje zo in de bek. Kijk, tangetje altijd bij de hand. Ik heb ook een zwaardere tang voor hele grote snoeken, maar een goede arterieklem en dan aan je jas geklemd heb je hem altijd bij de hand. Kielgreep. Bekje open. Kijk, en dan hangt hier mooi voor in de bek. Hij is er al uit. Kijk eens. Fantastisch. Ho, die weer terug. Ik schat hem zo. 6,57 centimeter. Een plaatje van een vis. Typisch snoek, hè? Die hele vinpartij zit achterin. Een grote staart. Twee grote vinnen. Vlak voor de staart. Dat zijn de sprinters. Dat zie je ook in zee bij de barracuda's. Dat zijn de sprinters onder de vissen. De kracht zit achterin om heel veel snelheid in hele korte tijd te ontwikkelen. En daarna zijn ze vrij snel uitgeteld. Alhoewel deze lekker vocht hoor. Hij deed het echt leuk. Mooi visje. Ik ben blij met je. Rustig weer naar zijn plekje toe. Nee. Oh, weg is die al. Waar je moet letten is als je op een plek komt waar je kleine vis weg ziet springen. En vaak reageert die kleine vis op je streamer. Dus je haalt die streamer door een plek heen en dan zie je over die visjes weg springen. Dat zijn vaak plekken waar toch een snoek zit. Ja, snoek komt op die prooivis af. En zo'n plek gaat niet meteen er voorbij. Gooi die even goed af. Maak er 10, 20 worpen. Vaak is het de 19e worp, boem, in één keer raak. Of natuurlijk niet. Nou, tijd om even te wisselen. Ik geloof niet zo heel veel in kleurtjes met snoeken, maar toch. Wat ik nu zie is dat de streamer die ik tot nu toe gebruik heb iets te diep gaat. En ik pak een iets lichtere.
met wat meer veren. Een mooie roze voor snoeken met handtasjes. Deze streamer die is veel lichter en die zinkt heel langzaam. En die kan je tergend langzaam vissen. En zeker in de winter, als die snoek heel passief is, is dit vaak heel aanlokkelijk voor ze. Zo jongens, nieuwe plek weer. Weer die bewoonde wereld, hè. Toch mooi, want het is poldergebied. Boerderijen zo, maar toch in de wintermaanden bij die huizen in de buurt. Altijd iets warmer, altijd wat witvis aanwezig. Misschien wel door mensen die eendjes voeren, dat weet ik niet. Maar er is bijna altijd vis in die bewoonde wereld in de wintermaanden. Dus we gaan eens even kijken of er een snoekje ligt te wachten, want ze zijn er gewoon. Dus even kijken hoor, zo'n mooi in die hoek van die steiger. Oeh, ik voel een tik, Ja, hangen, Ja. Nieuwe stek, nieuwe kansen, ik doe één worp. Kijk, mooie snoek nog. Kijk, hij hangt net aan het puntje. Wordt een tricky vis. Oh, kijk eens. Wat een mooie snoek, maar oeh, wat link. Hij pakte hem mooi hoor, zo vlak voor de kant. Het is een dunne, hij heeft nog niet veel te eten gehad. Maar kijk eens, eventjes zo. Kijk eens, het haakje, dat is natuurlijk het mooie van kunstaas altijd. Hè? Natuurlijk altijd voor in de bek. Het gebeurt heel af en toe wel eens dat kunstaas ergens hier aan deze kant. Maar zo'n spinner zit vrijwel altijd voor in de bek. Kijk eens hoe netjes die los is. Och, wat een gein. Een mooi getekend poldersnoekje. Maar kijk. Oh, rustig jij. Prachtig mooi getekend. Een prachtig visje. Centimeter of ja, 7,68 denk ik. Kleine 70 centimeter. Fantastisch toch? En dan gaat hij weer netjes terug jongens. Keurig terug. Rustig maar. Kijk, die wil al weg. Geinig. Nou, meestal vis ik heel actief. Elke plek, één of twee worpen en weer verder. Dit soort plekjes, zo'n brug. Ha, vis, ja ja. Oh, kijk eens, kijken. Ik denk, ik pak even mijn andere hengel. Dus heb ik een tubefly op. Eerste worp, en dat is vaak zo wat ik zeg. Je komt op een plek waar die vis actief is. Eerste worp, bang. Mooie snoek, jongens. Mooie poldersnoek. Oh, kijk eens. Even de kiel grijpen. Doe eens even je bekje open. Kan ik erbij? Ja. Even een tangetje hebben. Zo. Hij is los. Wat een mooie vis. De zon. Prachtige vis, hè? Schitterend. Roven. Goed gebiedje. Zal een centimeter of 70 zijn. 65, 70. Even een foto van de visbaan maken. En laat hem gauw iets brengen.